Mensen, we zijn er weer. Nieuwe Volta aflevering Amarillo Takaflaka. Jawel, daar zijn we weer. We hebben er weer zin in vandaag. Zouden we weer een stuk opnieuw moeten spelen, net zoals de vorige keer? Ik heb geen idee. Heb je de vorige aflevering nog niet gezien? Er staat een linkje in de beschrijving naar de afspeellijst. Ik ga het niet vergeten, Ik heb op Insta een paar mensen gehad die een Amarillo Takaflaka shirt hadden gekocht. Eentje die had ook meteen een foto gestuurd. Ik weet alleen niet of het gefotoshopt is. Ik heb gezegd, stuur een filmpje. Dus tot dan heb ik geen idee. Ik wil doorgaan met het verhaal. Amsterdam, ja, daar waren we. We moeten sowieso het filmpje opnieuw kijken. Ja, ik wist het. Het is altijd hetzelfde. Abonneer trouwens zeker op mijn kanaal. Kan hier beneden. Doe even subscriben en ben op zoek naar mooie bankjes merch. Link in de beschrijving, mensen. Laten we maar gaan. Doorgaan naar het verhaal. Oh, we zijn in Amsterdam. Fantastisch. We spelen tegen J10. Voor mij spelen altijd tegen J10. We hoeven helemaal niet opnieuw. Het is 4 tegen 4 nu. Oké, nice. Teambestuur. Laten we maar gelijk beginnen. We beginnen gelijk met een lekker potje, mensen. We beginnen gelijk met een heerlijk lekker potje. Oh. Amarillo, wereld. Amarillo Takaflaka. Jawel. Mensen, bij 10.000 likes maak ik een Tinder profiel aan voor Amarillo Takaflaka en ga ik tinderen. 10.000 likes, jawel. Gaan we tinderen met Takaflaka. Het staat ook niet eens op, ik speel ook tegen J10. Ik speel tegen hetzelfde team als wat ik ben. Oh, god. Jezus. Heerlijk, 1-0. En we zijn weer gewonnen. Het is Nederlands commentaar. Het is gewoon Nederlands commentaar. Ik vind het echt lachen dit. Amarillo rust. Lekker, easy, aardig doelpuntje, aardig. Kak zusje. Oh, hodé. Ik mocht trouwens geen hodé meer zeggen. Mensen vinden me te blank voor, wat ik echt onzin vind. Ik ben helemaal niet blank. Ik kreeg ook een comment van, wie heeft jou gezegd dat je dat woord mag zeggen? Blijkbaar heb je daar tegenwoordig toestemming voor nodig. Dus als er iemand is die toestemming kan verlenen zodat ik hodé mag zeggen, laat even achter in de comments, want ik wil het graag weer zeggen. En wat spelen we lekker in de boiler. En het gaat hier hard aan toe, hè mensen. We hebben het gehoord in de vorige aflevering en zeiden ze, als je niet tegen een stootje kan, moet je hier gewoon wegblijven. 5-0. We hebben gewonnen. Easy win. Moet ik nou echt 5 van deze potjes gaan spelen voordat we door kunnen? Dat meen je toch niet? Oh, ik ben man van de wedstrijd. Wat is dit voor fantastische skill moves? Takaflaka, jawel, ik sta op mijn hoofd. Oh, wat een skill. Goeie camerabeeld ook dit. Je mag een speler werven. Zul iemand werven? Die keeper heb ik al. Dat is allemaal slecht, maar ik wil hem wel hebben. Bomba. Hij heet Bomba. Oh mijn god, Bomba en Takaflaka. Zo, daar ga jij er toch echt uit. Want we hebben Bomba. De Bomba. En jij moet er ook uit. Jij bent echt slecht, zie ik nu. Heerlijk. Bomba. Nou, ga ik nu even snel het potje in. Hier zit natuurlijk helemaal niemand op te wachten. Mensen hebben gewonnen met 5-0. Het verbaast jullie waarschijnlijk. Maar het is echt waar. Het is echt gebeurd. Oh, maar het is echt waar. Ik lieg niet. Wie is man of the match? Fantastisch. Moet je deze goal zien. Oh, ja. Dit is zo slecht. Hoe kan je dit nou doen? Jee. Dan vraag ik me echt af. Heb je nou echt geen één keer je eigen story mode gespeeld? Want dit is bij iedereen zo. Want als je dus in Amsterdam speelt, waar je de hele story mode 100% langskomt, dan heb je dit dus. Dat is toch te triest voor woorden. Eerst even kijken of we nog een spelertje kunnen werven. Nee, allemaal slecht. Oh. Nice one, yeah. Yes. You ready to try again? Yeah. Wait, Miss T. Oh, wat is dit? Oh, een nieuwe schoen. Oh, what are those? You holding out on us? No. Oh. Yeah, I was here. Tice, what's the deal? Why's your man holding out on us? It's nothing, all right? Leave it out. T, are those... Wait, did you design those? Nah. Oh, mate, those are sick shoes, did you? Really, you think that? Yes, really. You designed your own shoes. I didn't even know that was a thing. Those are tight. All right, come here. But they're just prototypes, yeah? No one knows about Big T. Oh, schattig. Hij durft niet te zeggen, maar ik ben bang dat iedereen het lelijk vond. Cushion soles, less stress in the knees, added optic and flex grooves. Fantastisch. Wat zijn die dingen lelijk, zeg. Zullen dat ik het zeg, T, Big T, maar het is echt heel lelijk. And I'll have my start. Kind of, I don't know, like a dream or whatever. Ah, Big T. You taking pre-orders? Not really thought that far ahead, to be honest with you. Tell you what, though. If they get made, save a pair for you. Nice. Maar lekker bro. Nightmare, go on. Clear off. Come on. Maar ik krijg dus nu alleen. En die chick niet, die Chinees. Ik speel zwart tegen een ander team. Call of the Polo. Het is ongelooflijk. Ik speel niet tegen hetzelfde team als wat ik zelf ben. Dit is echt fantastisch. EA, jullie hebben echt een topspel uitgebracht. En ik speel nog steeds wel tegen dezelfde spelers natuurlijk. Maar ja, dat kan ook niet zomaar dat dat natuurlijk ook ineens niet meer anders is. Dat kan natuurlijk niet. Bijvoorbeeld, ik speel nog steeds tegen mijn eigen keepster. Maar je kan niet alles willen, hè. Het begint rustig. Eén voor één. Stapje 1 voor 1. Mensen, ik kan het blijven zeggen, maar hoe kan het dat niemand van EA die game mode... Ik heb een goal tegen. Door mijn eigen keepster. Hoe kan het dat niemand dit getest heeft? Ik snap dat echt oprecht niet. Ik kan speler werven. Maar zo slecht. Daar heb ik niks aan. Ik moet echt 80 raids hebben. En 90. Zit er eigenlijk echt een space in dit spel? Dat zou wel ziek zijn. Hè? Als je ineens inderdaad... Ja, ik zeg dus altijd Vinicius Junior. Het is blijkbaar Vinicius. Maar zien jullie allemaal zo'n enorme hekel aan hebben dat ik Vinicius zeg, blijf ik lekker Vinicius zeggen. Vinicius Junior. Heerlijk. Wereldspeler. Boom. Oh, Amarillo doen allemaal wel gek. Steempje schaar. Ik wil niet verliezen. Ik verlies gewoon weer. Ik verlies gewoon weer met steempje schaar. Het is triest voor woorden. Oh! Ik krijg een zieke goal tegen hier. Zou je ook aan het eind van dit je speler krijgen op FUT? Dat zou fantastisch zijn, zeg. Als ik Takaflaka zou krijgen op FUT. Met de junior kreeg je Alex Hunter op FUT. Ik wil zo graag Takaflaka op FUT. Goed doelpunt, zeg. Werelds. Ah, ik speel gewoon tegen mijn eigen team. Ik speel met J10 tegen J10, zoals het hoort. Lekker EA. Yes, ik heb gewonnen door mijn Chinese chick. Yes, let's go. Woman of the match. Ja, ja, zeker weten. Oh, oh. Dat mag ik niet meer zeggen. That's 5, I think. This is it. 5 wins. That's a record. We are kings of the court. No. 5 wins is a tie, mate. What, tie with who? You know it till you prove you're somebody. That right is it, what, you the big dog around here. Maar we gaan nu een ruzie maken, we zijn nog aardig geweest met elkaar. Tell you what, T, let's make this interesting. What you got? We win, we're back on the team. You win, we go home. Like you got a chance, mate. Oh, Big T. Dus eigenlijk vinden we Big T een niet zo aardig gast, maar als wij winnen, willen we hem wel terug. Oeh, nee! Oh, no. Ah, lekker. Goal, 1-0. Big T, come back to me, boy. 5-3. Lekker. Ik ben gewoon oprecht blij dat ik win. Want nu komt T weer terug naar mijn team. Big T. Waarom is dit nou weer de goal van de match? Alhoewel, wel goed gestopt. En lekker binnengeschoten, zeg. Poh. We gaan je aan met de volgende professional. Nee, dat gaan we niet meer doen. Dat gaan we zeker niet doen. Want dan gaan we het gewoon echt moeilijk krijgen. T, back to the squad, man. Silence is good, right? I don't know what's going on. Oh, dit is aan de hand. Yeah, that's what I'm talking about. Oh. We're kings of the court. Oh, gaan we spitten dan? Een liga. Where's my crown at? Hey, you ain't earned it yet. Well, you said you was the king. I never said that. I'd never say that. There's a queen on this court. Now that's how you play. Oh, Rocky. There's a long way to go yet. This crew's got something. Jay taught you well. It's a heel super. Oké dan. Deze verhaallijst staat echt helemaal nergens op. Nou, dan gaan we weer. Nu zonder ook mijn eigen speler, want die doet blijkbaar weer mee met de tegenstander. Rocky. Oh, wat een tramp en dan een sliding voor de 2-0. De Queen's Crew. Ze gaan eraan. We hebben weer gewonnen. 5-1 deze keer. Dit was niet zo moeilijk, moet ik zeggen. En kan ik die chick kiezen? Dat kan weer niet. Hoezo niet? Wat is er voor onzin? Ik wil haar. Dan neem ik wel deze 73 reed aanvaller. Chinees is helemaal gek. Is she okay? Oh, yeah. Hey, Sid, come on! Helemaal gek, dat mens. Is een Nederlands, ze heeft echt een Nederlands accent. De 35-jarige Amsterdamse wordt gezien als een van de pionieren van het straatvoetbal. Oh, lekker zeg. Wat fantastisch. Sid, je bent gek, dat klopt. Ze is inderdaad zo gek als een deur. Ze is absoluut zo gek als een deur. Oké, wat gaat er nu gebeuren? Waar gaan we nu naartoe? Yo, Rev. Oh. Now I'm calling, but... Kan we staan? Okay, so guess who I found on her feed? Bobby. She went back to play where Street was born, and that's where J10 sent in you, Rio. Now look, if you and Sid can put down your phones for just a second, you might be able to find her. Okay, anyways, I gotta get to physio, but look, good job getting out of the boiler. Takes a lot of guts, but this game is about more than that. It's about ambition, dedication, respect. Look, Brazil, it is the soul of football. Time for you to go see where legends are made. Fantastisch, op naar Rio. Oh, legendarische staan van Hart van Rio de Janeiro, waar je profspelers Alex Hunter en Danny Williams tegen het lijf loopt. Oh mijn god, Alex! Het is niet normaal. Maar ik heb Azië heb ik al gedaan. Ik heb dingetje al gedaan. Ik moet nog 1, 2, 3, 4, 5 steden. Dan heb ik al het verhaal uitgespeeld volgens mij. Niet heel veel, hè. Amarillo, mensen! Welkom bij een nieuwe video. Nee, dat is helemaal niet waar. We zijn weer verder. Ik ben even een klein nachtje gaan slapen. Maar we gaan door, want we gaan naar Rio de Janeiro. En aangezien er toch alleen maar potjes zijn, ja, die skippen we gewoon. Want eigenlijk wil niemand die potjes. Je wil gewoon zien hoe het verhaal gaat. En ik hoop eigenlijk straks dat we, ja, even kijken, Messi aan ons team kunnen toevoegen ofzo. Dan lopen we, lekker lopen. What's the sense? Het is gewoon letterlijk dat ding inderdaad met Alex Hunter in de journey waar je uitkwam. Yeah, this looks like the place. Seriously, that's like the 4th time you said that today. Oeh. Amarillo, waar ben je bang voor? Nope. Janeiro, straten en toppers. Bobby. Hey Bobby, is dat ook in ons team? Total coincidence. Okay, cool. See you around. Oh, ze is boos. But, like, not actually though. What is up? Gepland! Oh! What are you guys doing here? Vrouwen. Well, here I am. Dit is niet awkward of zo. Coaching them or something? Ah, no. It's not like that. They just let me play. Zo goed terug. I could do with a workout after that flight. A workout with these kids? You'll be getting a game. You mean they'll be getting a game? Leuk. I'm saying this. Remember where you are. Hoor dit. Oh, mag ik niet zeggen. Dan gaan we. We spelen tegen kinderen. Ik speel tegen kinderen. Zo hard schieten op het kind zijn hoofd. Bam! Ha, je zak. Ik word gewoon onderuit geschoffeld. Zo. Easy win. Geen enkel probleem. Man of the match. Hey. These ain't kids. They look like they are. No. They're like professional athletes. In these tiny. Zo, we hebben iets van ze gewonnen. Bobby, where are the big kids? Everyone's watching Vinicius on TV. Virginius. I've heard of him. But he plays pro, right? What are they watching? Is he doing some sort of open training or something? Buenos Aires Street World Championship promotional event. Some other street ballers. Is he Hitman, Legend of Street or whatever? Okay. Well, are we going? You can. But I'd rather stay here and play. Dat was een korte Rio als we naar Buenos Aires gaan. Not them. But I'm retired, we can go after, right? Waarom zijn voor die boy live? Is hij toch helemaal niet bijzonder voor mij, of wel? Lekker rood kapsel, ik moet deze hebben. Rio de Janeiro with our teammate Bobby Pile. And you know what? We're getting schooled by these kids. We're gonna win the World Cup in 10 years time, by the way. Rev, go defend Bobby. Bobby, give us a taste. Oh. Oh, met een AK 3000. No, come on, I weren't ready. Not my problem, posting that right now. Come on, we're gonna play or what? Oh, time for the Big Timothy challenge. Yes, Big Timothy, I like it. What are you talking about? Okay, so we're doing this thing, right? This challenge. We win, you come with us. You win, it's up to you. Whatever. Come on, let's play. This recording constitutes a legally binding contract. Chinees. We spelen nu weer precies zoals... Nee, dit is echt zo'n onzin. Het ging duidelijk tot de 5, maar het gaat toch maar tot de 3. Het is wel duidelijk 5 vinkjes, maar het gaat maar tot de 3. We kunnen een speler werven en dan gaan we natuurlijk voor Bobby, want dat hoort waarschijnlijk in de storyline. Oh, een kind! Dat kan allebei niet. Dat is kinderarbeid zeker. Oh, ze heeft wel 5 skills. Dat is nice. Nou, wie gooien we weg? En van een slechte deze. Hey! Vinicius! Hey! Up for a game? Oké. Sure. Red, Bobby, Vinicius Junior is asking if we'd like to play against Vinicius Junior. And a couple of my friends. You know Izzy? Yo. Izzy. And Vinicius Junior's friend Izzy Hitman. Maar de echte vraag is... Vinicius Junior says... Let's go. Dat is een zieke fangirl. Maar de echte vraag is, kunnen wij je naar Vinicius Junior toevoegen? Dat vind ik wel leuk, om eigenlijk tegen de echte voetballer te spelen. Ik hoop echt dat we hem kunnen toevoegen. Dat zou echt fucking nice zijn. Lekker Takaflaka sterk, boom! Ah, speel ik Vinicius Junior even uit, joh. Oh, Bobby. Lekker, 3-0. We kunnen geen speler werven. Wat triest. Wat triest. Yeah. Yeah. You realize who we just beat? I'm trying to get my head around it. Oh. Cheers, mate. I mean, you're a legend, bro. But I have to ask. I mean, what are you doing here? Bro, this is my street. Oh. Of course I'm here. Look, zou het echt zijn stem zijn? In a tourney in New York and they're looking for street players. I think you guys would be perfect. Can I put you in touch with the organizer? Seriously? Oh, that would be unreal. Okay. Great job today. Oh, thank you too, bro. In the future, bro. Oh. Okay, time for a pic. Dan nemen ze allemaal foto's. Dit is zo cringe. I'd have you on my squad anytime, anywhere. Appreciate that. But I have to ask you something. How did you find us? Zat ik op online? Toch wel. Schooling your friend. We're always looking for a game against street ballers. Dat hij een AK 3000 kreeg. Got a few more stops on this Turbodon. How about it? Sounds awesome. But that depends on these two. Oké. Okay. Ja, zij wordt gewoon uitgenodigd als enige om mee te gaan en wij niet. Wat onzin. Izzy, kom op man. Good evening, Ravi. My name is Beatrice Villanova, Villanova and Associates. We represent some of the top players in the game. I hope I've got you a good time. We've been following your channel and you've been making quite the impact. My associates and I would like to invite you to a street tournament here in New York City. We think it would be the perfect opportunity to showcase everything you've been working towards. Perhaps you're interested. Let me know. Oké, dit is goed. New York City, we komen. We hebben Azië gehad, we hebben Europa gehad, we hebben Zuid-Amerika gehad. Ik denk oprecht dat we bijna klaar zijn met de story mode. Oh nee, er zit nog een dingetje in Zuid-Amerika. Het WK natuurlijk, moet ook nog heen. Ik denk dat dat een mooi is voor de volgende aflevering. Dat we Noord-Amerika even vrij gaan spelen. En dan gaan we naar het WK. En hopelijk gaan we daar toch iets meemaken. Dat is ongekend. In ieder geval, mensen, ik hoop dat je deze video leuk vond. Vergeet niet te liken. Amarillo Takaflaka gaat voor het WK. Hij wil de beste worden van de wereld. En dat gaat zeker lukken. Met aan zijn zijde Moker Chinees en Bobby. Gaan wij de strijd aan om kampioen te worden. Ik hoop dat jullie ook de volgende aflevering gaan kijken. Mensen, ik hoop dat deze video leuk vond. Vond je het leuk? Vergeet niet te liken. En dan zie ik jullie weer bij de volgende Volta video. Jawel! Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was op beat, een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Steeds sneller voor op FIFA en ging onderweg en tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt, daar komt het dubbel in. Kocht BTC, niet voor later een verdubbeling.